Een aantal jaren geleden hebben wij onze badkamer laten verbouwen naar onze wensen. En daar zijn we nog steeds heel erg blij mee. Alleen daar zit een radiator in die wij dus niet meer gebruiken. Want wij verwarmen ons huis nu met een airco, een warmtepomp. Dus wij zochten nog naar een oplossing voor de badkamer. Infrarood kwam daar als winnaar uit de bus. Dus ik ben die radiator gaan vervangen voor een infraroodpaneel. Maar was dat wel zo slim om te doen? Laat ik direct beginnen om te vertellen dat de beste plek om een infraroodpaneel te plaatsen tegen het plafond is. Dan werkt het paneel op zijn best, komt het paneel goed en egaal in zijn eigen werktemperatuur en heb je het grootste genot van het stralingseffect. Maar in onze badkamer is het plafond heilig verklaard door mijn vrouw, dus daar mag ik niet aankomen. Ja, en dat vind ik eigenlijk zelf ook wel. Hierdoor was er eigenlijk nog maar één plek over voor het infraroodpaneel. De plaats waar nu de radiator zit, onder het raam. De radiator is precies 60 bij 60, zodat ik daar ook precies een 60 bij 60 infrarood weer terug kon plaatsen. Ja, eenvoudig toch? Nou, zo eenvoudig was het ook weer niet, want ik moest natuurlijk wel zorgen voor een goede stroomaansluiting. Maar dit is uiteindelijk goed gelukt. Vol verwachting het paneel aangezet en ja, dat viel dus eigenlijk best wel tegen. Het paneel werd heerlijk warm en straalde goed af, maar het effect was vooral op de benen. Niet echt waar je het wil. Ja, achteraf natuurlijk eigenlijk helemaal logisch, want een infraroodpaneel werkt net als een lantaarn. Je moet hem wel goed richten, want anders is het effect een stuk minder. Vandaar dat het plafond toch de beste optie is. Maar ja, dat wilden we nou juist niet. Nou, omdat deze panelen die ik heb uitgekozen zo ontzettend licht zijn, heb ik een oplossing bedacht. Ik heb het infraroodpaneel kantelbaar gemaakt, zodat je deze op jezelf kunt richten wanneer je het nodig vindt. Heel eenvoudig. En ga je weer weg, dan kantel je hem gewoon weer terug. En het ziet er nog steeds heel strak uit. Maar werkt het nou? Nou, het is in ieder geval vele malen beter dan dat het paneel alleen op je benen gericht wordt. Het voelt veel prettiger aan, je lichaam wordt meer aangestraald. Het paneel zelf geeft ook natuurlijk nog convectiewarmte af. En die warmte is eigenlijk al meer dan dat de radiator ooit heeft gedaan. Maar ik denk toch dat de panelen aan het plafond een betere oplossing is voor de badkamer. Wat ik heb gedaan is eigenlijk een cosmetische oplossing. Zo van ja, die mooi wil zijn, moet maar even iets anders verzinnen. Dus ben je van plan om panelen op te hangen in de badkamer? Zorg er dan voor dat je de panelen zo plaatst dat je zelf goed in het stralingsbereik komt te staan. Een grote spiegel waar je voor staat of panelen aan het plafond. En lukt het niet, dan wordt het effect van de panelen toch echt minder. Zorg ook voor voldoende wattage en voor ons zou eigenlijk een, misschien wel 750 watt meer geschikt zijn geweest. Dan heb je natuurlijk nog het verschil in jezelf lokaal verwarmen of de gehele ruimte verwarmen met de infrarood. Voor de badkamer ben ik zelf uitgegaan voor het lokaal verwarmen van jezelf. Dit houdt in dat je alleen jezelf verwarmt wanneer je in de badkamer bent. Nou, dat is vaak maar een uurtje per dag of zo. De panelen verwarmen binnen een 5 minuten op, waarna de straling eigenlijk al maximaal is. Maar er zijn ook mensen die hun badkamer graag op een constante temperatuur willen houden. Dat is ook mogelijk, maar dat zal dan ook wel meer tijd en energie kosten en is de isolatie van de ruimte ook natuurlijk van groot belang. Er zijn vast al kijkers die hun badkamer op een constante temperatuur houden met infrarood. Kunnen jullie iets in de comments zeggen over het verbruik en jullie situatie? Dat zou helemaal top zijn, want dan heeft iedereen weer wat aan. Wil je weten hoeveel watt je nou nodig hebt voor een bepaalde ruimte? Check dan even onze rekenmodule. Er komen steeds meer vragen binnen over hoe ik de airco's het meest slim gebruik. Nou, daar volgende keer meer over. Tot de volgende keer.